Yo, mensen, toch weer kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van Fusion voor 1999. We hebben vandaag weer de nieuwe Arnes Slot Final Career Mode. Vandaag gaan we weer wat wedstrijdjes voor jullie spelen. en De eerste wedstrijd is de derde Europa League-wedstrijd van, uh, van dit uh, seizoen. In de groepsfase. En gaan we kijken of het deze wedstrijd lijkt makkelijk te gaan worden. Lijkt een goede te gaan worden. Uh, ik ging trouwens ook even kijken wat qua, qua uh, scouts die aan het landen zijn gegaan. Of er wel bijzonders tussen zat. Deze kunnen we sowieso vergeten. Timo Werner ook wel. Maar ja, deze van uh, VVV. Ook niet echt. Weet je, laat maar gewoon staan. Gewoon kijken wat er gaat worden. Nu in de Europa League tegen de ploeg die voor mij derde stond. Dus op zich, ja, lastig of niet. We gaan het zien. Onze zelf gaat het opnemen. Uit dus nu. En hopen op een goede wedstrijd. Tegen deze tegenstander uit Noorwegen, denk ik. Hier zien we de opkomst van beide elftallen. Hier zien we de spelers staan. En kijken of we een goede dag kunnen beleven hier. En laten we hopen dat we een goed gevoel aan over kunnen houden hier in deze Europa wedstrijd. Twee wedstrijden gewonnen tot nu toe. De derde dus nu in aantocht. En wordt het dan ook een overwinning voor Feyenoord? Laten we dat hopen. Julien Martens is natuurlijk de vorige aflevering de man van de wedstrijd. En nu staat hij ook wel aan aftrap naast Jurgensen. Sinistera die sterren. En hier zien we Arne Slot staan. En tongers is natuurlijk nog steeds de aanvoerder van dit Feyenoord. Pilo Bruma. En hier schudden ze spelers elkaar de handen. En dan gaan we ook kijken naar de opstellingen. Marco Vienovic natuurlijk ook in de basis. Voorheen aan de voorheen Europa League wedstrijden stond Vienovic niet in de basis. Nu dus wel. Aan het Slot geeft Vinovic in de Europa League dus de voorkeur de eerste keer. Zo'n opstelling van de tegenpartij. Niet echt wat bijzonders, of niet wat we kennen in ieder geval. Nu de opstelling van Feyenoord dus. Onze vaste elf in deze Europa League wedstrijd. Zoals we altijd dus hebben staan. En de wedstrijd is begonnen. Guus Stil. Die trouwens ook in het echt schijnbaar al helemaal rond is met Feyenoord om daar naartoe te komen. Malatia, Gustil. Goede paas en ik keer door. Richting Geertruida. Geertruida. En de bal naar Martens. Martens Jurgensen. Het is gelijk een doelpunt. En weer de assist van Julian Martens. En nu is het Jurgensen die afmaakt. En Feyenoord leidt met 1-0. In deze europa wedstrijd al vroeg in de wedstrijd. Komt Feyenoord op een 1-0 voorsprong. Door assist van Julian Martens en uh, doelpunt van Nicolai Jurgensen. Staat Feyenoord dus met 1-0 voor. Perfecte voorzet en in één keer, boem, snoeit ingeschoten door um, Nicolai Jurgensen. Tussen de bal we zitten voor de tegenpartij. Bruma doet doe, 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 doe het goed, verdedigt goed mee. Senesi, Toorsta, Senesi, Markovjenovic. Bal richting uh, Martens. Martens is op snelheid. Nou, ik kan hem weer voorgeven. Doet het ook nu richting uh, Feyenoord. Ja, dat is Guus Stil. En die schiet er wel prachtig binnen zeg, Via de onderkant van de lat zit hij erin. En is het de tweede assist van Julian Martens. En daar gaat terecht door Guus Stil nu heen. En uh, ja, de 2-0 dus voor, voor Feyenoord door Guus Stil. Maar hij heeft weer Julian Martens. Een heel belangrijk aandeel hier in deze twee doelpunten. Guus Stil in één keer. En een onderkant lat erin. En keeper kansloos. In 2-0 voor Feyenoord. Ondertussen 40ste minuut. Zo vlak voor rust. Nu de kant, kans voor de tegenpartij. En de overtreding is hier van Geertruida. Geert de kaart voor Geertruida. En de vrije trap is dus hier nu voor um, de tegenpartij. Kan Bijler de bal keren? Of komt de bal überhaupt niet dicht bij het doel? We gaan het zien. Gaat daar wordt genomen. Gaat de speler overheen. En dan wordt hij hier nog laag gepaast. En uiteindelijk weggehaald door Bruma. Tenminste dat probeert hij. Dat is ook opgelost door Guus Til en Malatia. Die het daar uitzoeken met uh, Til weer met de bal bezit richting Jurgensen. Nicola Jurgensen. Nou komt Feyenoord met de counter. Komt er dan een uitbraak? Komt er dan een 3-0? Nee, want Jurgensen wekt de bal niet lekker mee. Dan Tonton nog Sinisterra. Dan toch nog Sinisterra. Een prachtige door Luis Sinisterra. Per toeval kreeg hij de bal in zijn voeten. En hij maakt er dit van. Wat een prachtige gedaan, Het is 3-0 voor Feyenoord in deze eerste helft nog. Het is ongelooflijk. Gaat het dan zo een avond worden voor Feyenoord? 3-0 in de eerste helft. Prachtige Danus Sinisterra. Fout van de verdediging. En 3-0 dus voor Feyenoord. Luis Sinisterra. Tweede helft. Ondertussen weer van start. Feyenoord begint sterk hier met uh, Floranus. De vervanger van Geertruida. De man met geel naar de kant gehad. Floranus geeft de bal goed voor dit keer. Niet bij Jurgensen. Wel hier voor uh, Sennesse. Gustil. Goed. Toonstra. Nou, Toonstra dan. Zoekt en vindt Julian Martens. Die komt daar langzaam. Martens dan met zijn doelpunt. Ja hoor, het is 4-0 voor Feyenoord. En na zijn twee assisten mag hij hier ook weer scoren. Julian Martens. Hij lijkt ook wel een beetje op Berghuis natuurlijk. Met dat lange haar wat Berghuis natuurlijk had. Maar ja, het is echt Julian Martens. Berghuis. Hij wil Berghuis doen vergeten. Tuurlijk, ze zijn de beste maatjes op het veld. Maar ja, Berghuis ligt er nu voor langere tijd uit. En is het is dus aan Martens de taak om die rol goed op te nemen. En dat doet hij nu nu toch goed. Perales hier met de voorzet. En de bal bijna voor Guus Stil, Had ze tweede kunnen maken. Met 58. Sinisterra, Niet goed de bal bij zich. En uiteindelijk hier de vrije trap. Of de vrije trap ingooi voor Feyenoord. Sinisterra richting Guus Stil. Goed. Jurgensen. Jurgensen dan zelf. Dan Jurgensen. Het is 5-0. De tweede van Nicolai Jurgensen. En het is in minuut 60 dat Feyenoord met 5-0 voorsprong komt. Nog 30 minuten te gaan en vaart om met zo'n grote voorsprong. 5-0 dus. Doelpunt Nicolai Jurgensen. Zeker goed bezig. Dit seizoen, dit halfseizoen half tot nu toe. Mocht hij verkocht worden, heeft hij goed halfseizoen gedraaid. Sinistera komt aan de kans voor een 6-0. Nu 67. Sinistera, weer Jurgensen dit keer, maar de bal overgekopt. Waar Jurks aan de kant gaat, toch dan toch. En Demirovic is zijn vervanger. De jonge Demirovic dus nu binnen de lijnen. In de laatste 20 minuten, dus voor, uh, voor Feyenoord. Hansen, Torsta, wordt de bal. Demirovic, Torsta. Nou, Torsta de aanvoerder. in de redding van de doelman. Kans voor de aanvoerder voor zijn doelpunt. Maar hij krijgt de bal dus jammer genoeg niet in. Hoekschop is voor Feyenoord hier. Wordt genomen door. Um, Julian Martens, de indraaide hoekschop, dus gaat daar uh, pennen. Julian Martens met de hoekschop. En de bal komt bijna aan bij Senessi. Uiteindelijk is het hier de bal voor Toorstra. Toorstra en Bruma. Jeffrey Bruma, goed gedaan. Goed Stil, nou een keer door richting uh, Demirovic. En het is een doelpunt. Het is uh, de 6-0. En de vervanger van Jurgensen mag ook zijn doelpunt maken. Demirovic met de 6-0 voor Feyenoord. En zo mag ook hij. Zijn naam op het scorebord neerzetten. Hier zien we het goed gedaan. Loopt daar goed vrij. In de 6-0 is er voor Feyenoord. Deze ploeg lijkt uh, ja, helemaal geen moeite voor Feyenoord. En de laatste 5 minuten gaat Feyenoord nog op jacht naar een doelpunt. Dat zal zo maar gebeuren. Demirovic geeft de bal nog goed aan voor Julian Martens. Nou Martens dan nog maar met zijn doelpunt voor zijn tweede. En het is een tweede. Het is de 7-0. Rug nummer 7. Julian scoort, zijn scoort nummer 7 in deze wedstrijd. En ongelooflijk mooi zit voor hem zeg weer. Twee doelpunten en qua assisten weer belangrijk. Hij doet echt alles ze doorgaat. Berghuis vergeten. Het is Julian Martens die tot nu toe de man van Feyenoord is. De jonge Julian Martens. Guus stil naar de kant. Zijn vanger is over de kant. Cocktail nog in de laatste minuten van de wedstrijd. Bij dus een 7-0 voorsprong voor Feyenoord. En dan lijken dus wel klaar over en uit voor de ploeg uit Rotterdam-Zuid. We gaan hier winnen met een 7-0. 7-0, ongelooflijk mooi. Mooie wedstrijd is dit geweest. Met veel doelpunten voor Feyenoord. En aan de slot kan dus tevreden zijn. Kan tevreden naar de volgende wedstrijd in de divisie. Laatste twee minuten die hier weg Dus bij een 7-0 voorsprong. En het lijkt wel gewoon bij een 7-0 te blijven. Vlaanderen is goed verdedigd. Marco Vjernovic. Probeer nog wat. Richting Demirovic. Een terug naar achteren. Maar hij is al klaar. Feyenoord wint met 7-0. En gaat dus uh, redelijk goed in de Europa League. Ik denk wel dat we doorgaan. En aan de slot is het natuurlijk zeg maar, de vrede. zeker met Julian Martens, hij is gewoon de man tot nu toe van Feyenoord, de jonge Julian Martens. Hij gaat echt als hij zo doorgaat, een grote speler worden. En hij blijft zo op ons denk ik op basis staan. Want Berghuis zijn toch wel onze dagen toch wel een beetje geteld hoor. Na de komst van Julian Martens. En Berghuis, door dus zijn blessure natuurlijk ook wel wat minder is geworden. Dus ja, daarom dus. Sparta is de volgende wedstrijd de derby. In uh, Rotterdam die gaan we even kijken we wat aanpassingen voor doen. We gaan Bruma eruit halen. Pinas komt erin. Venus eruit. Kortjuw erin. Gustil eruit. Leroy Fer erin. Maar Venus halen we helemaal even uit. Doen we kadaren nemen we mee. Even kijken. Deze, bal D. Bal D nemen we mee even voor een keertje. Kijken hoe dat uitpakt. We nou, gaan de wedstrijd simuleren. feyenoord Sparta. En deze wedstrijd eindigt in een 2-0 overwinning. Baldeo erin gevallen. En Sini met zijn doelpunten zorgt ervoor dat feyenoord hier dus wint met 2-0 in de stadsderby in de kaap. Dus, en dat blijft dus ook goed in de competitie. En nu wacht de bekerwedstrijd tegen AZ. De eerste ronde van de KFB-beker is dus gelijk tegen een bekende ploeg voor aan de slot. AZ. En ook voor Guus Stil natuurlijk. Hoe gaat Feyenoord zich staan nou hier in de, in de, in de, in de in ronde 1 van de. KVB-beker. We gaan het zien. De opstelling hebben we dus hier, maar dat gaan we wel weer aangepast worden. in Deze beker, dat gaan jullie zo meteen zien wat de opstelling is. Hier zien we de opkomst in ieder geval. De spelers zien we hier dus van AZ Feyenoord en de aanvoerder zien jullie al, is Leroy Fer. Dat is de eerste verandering dus. Deze beker zet heel wat andere namen. Leroy Fer nu in de basis. We zien hier natuurlijk nog steeds Malatia, Venefriets daarnaast. Maar Leroy Fer dus, nu de aanvoerder is, doorstel de rust krijgt, we zien Vjenovic. We zien Ghostil. We zien Texera. Natuurlijk gewoon Julien Martens. En ook Demrovic in de basis. En Sinisterra. Dus er zijn wel een paar kleine aanpassingen voorafgaand aan de wedstrijd. En AZ speelt ook met hun elf Dus zal het zal een dubbel gevoel zijn voor de coach Arne slot. Om hier uh, te gaan spelen. Dit is de opstelling van AZ. Met de doel. Bakker, Swenson hebben we Koopmeiners, Veldhuis, Gullit, Reinders, De Wit, Goudmijn, Stenks, Duin en Akboulal. Dat zijn de basisspelers van AZ. Dan gaan we kijken naar de spelers van Feyenoord. En het doel natuurlijk Justin Bijlo, Die kennen we natuurlijk als geen ander. Justin En voor de rest hebben we dan ook nog Gittarda, Bruma, Leroyfer, Malatia, Marco Venovic, Gustil, Martens, Demirovic en Luis Sinisterra. Dat zijn de basisspelers van AZ. En we gaan kijken wat deze beker zet voor Feyenoord gaat betekenen. Marco Vienovic richting Julian Martens. Altijd goed met zijn paasjes. Komt hier ook weer goed uit op uh, Joao Teixeira. Joao Teixeira, goede voorzet, Dan komt er een kans en het doelpunt. Het is uh, Guus Stil, notabene tegen zijn oude ploeg. Die Hier de score over oh, in de beker. Al vroeg, binnen twee minuten is het, uh, het doelpunt voor Feyenoord. Een Guus Stil. Goede paas van Joao Teixeira. En goed afgemaakt door, uh, door Guus Stil. En 1-0 is er alweer voor Feyenoord. Doelman duikt net te laat, Bakker. En is dus het doelpunt voor Feyenoord. 1-0. Feyenoord is uh, sterker. Sinisterra. Sinisterra. goed Stil. Goed. Sinisterra. Sinisterra komt al langs. Sinisterra probeert het. Geeft de bal dan nog voortdurend richting uh, Demirovic. Demirovic. Goed. Nou, kans dan. Marco Vienovic. Marco terug naar achteren. Nog gegeven. goed Stil. Texera. Door de Texera. Goed. Marco Vjenovic. Een prachtige daal zegt door hem. Marco Vjenovic. Hij viert het op een uitbundige wijze. Die zien we. Het. Hup. Dansje. Bloep. 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 En dan weer terug. En dan is het dus de viering van Marco Vjenovic Bij de 2-0 van Feyenoord. In deze bekerwedstrijd. De eerste ronde van het KFB staat vaart op met 2-0 voorsprong. Door het ja, toch wel goede uithal. Mooie uithaal van uh, Marco Vjenovic. De man die eindelijk een keer zich wil laten zien met Feyenoord. Toen het natuurlijk niet kunnen doen. Hier komt de bal trouwens door Demirovic. Maar Sinisterra. Nou Sinister dan. Dan krijgt de bal net iets te ver van zijn voeten. En zo is dus dit weer de bal voor AZ. Texera. of in van die stengs. De onderschept door Feyenoord. Marco Vjernovic. Goed. Geert daar En de bal aangespeeld tegen Julian Martens. Die kan er natuurlijk gevaarlijk bij zijn. Dan speelt de bal terug naar achteren. Dat is niet echt goed gedaan. Dus de bal weer voor, uh, voor AZ. Duin. Arboulal. Geertuigdag. Goed gedaan. Richting um, Julian Martens. Demirovic. Goed. Demirovic. Een half uur gespeeld. Nog steeds bal bezet voor Demirovic. Nou, Demirovic zo met zijn kans. Ook maar de redding. En de rebound. Zit daar niet in voor Sinisterra. Daar hebben we wel de ballen voor Sinisterra. Hij heeft de voorzet. Richting Teixeira. En de bal in de handen van uh, de Doelman. Bakker. En de bal nu weggewerkt. Komt aan bij Leroy Fair. Goed gedaan. Natuurlijk kopsterk. Leroy Ver achterin. Hij is goed in koppen, dat weten we als geen ander. Dit is trouwens de ingooi voor Feyenoord. Ingooi. Julian Martens. Gertruda. Marco Vjenovic. Demirovic en Julian Martens. Nou, Martens staat met de voorzet nu. Dan komt hij goed van. En dan valt hij goed. Ja, het is weer een prachtig doelpunt. En dat hebben we ook al eerder zien doen. Weer onderkant lat in het doel. En nu is het de 3-0 voor Feyenoord. Al voor rust. En als. Ja, ik ben wel. Ik, ja, ik, ik, ik durf het wel aan om de tweede helft te gaan simuleren. En bij een stand van 3-0 moeite, ja, moeite niet meer uit handen kunnen geven in een bekerwedstrijd. Laten we hopen dat we dat ook niet kunnen. En dat we dat ook niet gaan doen. De wedstrijd uit handen geven. De eerste stel zit er bijna op. Het bal hier voor Julian Martens is. Het kan nog. Misschien nog een doelwit erbij. Dat zou natuurlijk nog prettig uh, aanvoelen voor Feyenoord. En de bal in de handen hier de doelman. Zo is deze eerste helft bijna voorbij. Bij een uh, voorsprong van, uh, van 3-0. Ruud stil. Sinisterra dan nog. Je Sinisterra schiet hem wel binnen, maar ja, staat buiten spel. Zo zogen die kans dus niet door. En dit doelpunt is dus ook niet door. Dat is wel een mooi doelpunt, maar ja, hij telt niet. De extra tijd zit er zo goed als op. In de eerste helft zit er ook bijna op. Sterker nog, die zit erop. En dan gaan we kijken wat de tweede helft ons gaat brengen. Die we natuurlijk gaan simuleren. Om te kijken hoe dat gaat, verder gaat aflopen. Bij een 3-0 voorsprong. Ik denk wel dat het gewoon zo blijft hoor. We gaan ons dus niet, niet meer zorgen hoeven te maken. Of we doorgaan naar de volgende ronde. Want dat gaat er gebeuren. En die volgende ronde is volgens mij tegen PSV als ik me niet vergis. Dus het wordt een hele lastige volgende ronde voor uh, Feyenoord. Maar goed. Maar kan ik het een beetje over hebben met jullie. Ja, natuurlijk het EK komt eraan. Uh, vandaag of de vandaag. Morgen speelt Nederland de vriendschappelijke wedstrijd. Zondag speelt Nederland de uitzwaaiwedstrijd. En dan beginnen we echt 13 juni aan de eerste groepsfase wedstrijd tegen Oekraïne. Uh, ik ben helemaal de stemming. Ja, sommigen hebben een beetje een twijfel over het Nederlands elftal. Maar ik ben, ik ben, kijk, ik heb het hele jaar niet naar het Nederlands elftal gekeken. Maar gewoon dat ja, gewoon ja, ik vond, um, ja... Weet je wel de grote spelers. Robben van PSI, Snyder. Ja, ik keek wel toe. Maar ja, er staan, nie, eh, staan natuurlijk nu gewoon nieuwe grote spelers. Ja, ja of gewoon, die worden groot. Je hebt Matthijs de Ligtje, Frenkie de Jong. Je hebt bij De Pai. Dat zijn nu Berghuis. Je hebt nu een beetje de spelers tussen natuurlijk. Die gewoon dit Nederlands elftal waardig zijn. En dat misschien ook ook goed kunnen zijn. Trouwens, is het derde van Guus Stil nu. 4-0. Maar goed, in ieder geval. Um, dit Nederlands elftal. Ja, ik kijk er gewoon naar op het EK of WK. En ik hoop ook gewoon dat Nederland ver komt op het EK. En dan gaan jullie ook natuurlijk weer de voorspellingsvideo's van zien. En de Westpraat na afleveringen staan allemaal in het teken van het EK van Oranje. En over een paar jaar hebben we natuurlijk het WK. Dus dat gaan we ook alweer krijgen. En ja jongens, daar ben ik nog steeds bezig met YouTube, want ik blijf gewoon uploaden, uploaden, uploaden. Ik heb nooit een dag gehad dat ik niet geüpload heb. Het is altijd gewoon doorgegaan en het zal ook gewoon, gewoon zo blijven. Elke keer komt er weer wat nieuws. Dit jaar ook veel dingen, nieuwe dingen erbij gekomen. De Westpraat na afleveringen, de -afleveringen, uh, West afleveringen, nieuwe Westerhuurde afleveringen. Ik ben trouwens nog bezig met de laatste Westerhuurde aflevering voor 1 september. Moet ik even kijken wanneer ik die precies uh, ga opnemen. Maar dat komt allemaal goed. We hebben trouwens hier gewonnen het 4 van AZ. Nu bij de wedstrijd tegen FC Twente. Even kijken. Dan gaan we dus snel even doorheen. Zuid-Afrika. We gaan geen bondscoach worden in het eerste seizoen met de Slot. Dat dat duidelijk zijn. We blijven nu gewoon eerst even coach voor Feyenoord. Nou, Leroy Fer laat weten dat hij ook centraal achterin kan staan. Dat is mooi om te weten, Leroy Fer. En nu op 1 oktober tegen FC Twente. En daar weer een Eredivisiewedstrijd dus. Even kijken. Een paar jeugdspelers. Ja, prima. Scout... Dit is niks. Deze is ook niet wat. Die is ook niet. Amerika valt me nu wel tegen, jongens. Amerika valt nu toch wel wat tegen, hoor. En dan niks en dan niet echt wat tops gehad. Even kijken. Texera, um, die wil spelen eigenlijk. Er Zit een belangrijke wedstrijd aan. Daar komen dat zeker. En de wedstrijd tegen FC Twente is dus de volgende aflevering en dan ook weer een wedstrijd. En dan, ja, ja, dat gaan we dus de volgende aflevering zien. Bedankt voor het kijken in deze video en later.